in rang spreken, of hoog in rang, dan zeg ik altijd, ja, dan moet je mij niet voor hebben. Ik kreeg vanmiddag een 112 melding. Is er iemand van de korpsleiding aanwezig? Want ik heb een leuke vraag voor jullie. Ik zeg, het enige hoger in rang is een surveillant, daar kun je het mee doen. Ik zeg, die hoef ik niet. Ik zeg, nou, dan wens ik je een fijne dag nog. Yo. Ideaal. Echt ideaal als je niet zo hoog in rang bent. Moet nog mijn taser gaan inleveren, bij Lonnie. Wat ga je hier doen? Oh, je taser inleveren. Taser inleveren. Lonnie! Het komt omdat hij mij weer taserde. Dat moet echt stoppen, dat taseren van de collega's. Dus dat is weer uit de hand aan het lopen. Uit de hand aan het lopen, bij zijn voorloper die het spreekt. Ik taser geen collega's. Maar ik wil met taser terug, want ik ga wel gebruiken straks als ik Weet je wat het hele ding is, Loonie? Het loopt niet meer, het loopt niet uit de hand, het niveau is nog nooit laag geweest. Oei, ouch. Het niveau is nooit laag geweest. Het niveau is nooit hoog geweest. Wordt altijd gewoon knijteveel elkaar getaserd door. Ja, maar het is weer. Dat is nog erger dan normaal. Ja. Maar Lonnie, ik vind het verschil op de bovenste verdieping op HB of op de parking op HB, dat is al een groot verschil, denk ik. Nou, parking moet je me echt niet bellen. Oké. Maar bovenop HB, waar er niemand is, dat is wel een verschil. Ik heb het niet gedaan waar mensen bij waren. Dus, ik hoop dat geen enkel collega dat doet als je. Je moet gewoon niet zo hard schreeuwen, ik hoor niet wat je zegt. Anders van de stad erbij is. Nee. Een beetje aan wie die en hoe laat dat het is. Man. De DHP op media. Hand in hand. Voor de collega van de jongen. Lonnie, wilde jij iets vertellen? Porto inzetten? Wat? 79 zet op Porto 1 inderdaad. Ja, is Porto 1 dat we blijven? Ja, Porto 1. Aangezien dat iedereen hier staat, zal ik hier gewoon een keer aan het luid oproepen. Ja, ze willen een vrije doorgang en leuke achtervolging. Leuke achtervolging gaat in niet gebeukt worden met macht 10 en die dingen. Kleine tikken kunnen voorkomen. Ze willen ook geen spijkermatten en ze blijven op land. Oké. Dus tegen macht 8 mag wel. Dus ja. Dat is tegen... Tegen, volgende achtervolging, jongens, daar gaan we weer. Voor mij is dat goed. Als ze zich gedragen, dan gaan wij sowieso niet al te radicaal doen. Dan moest het zijn dat ze toch radicaal gaan gedragen. Dan kunnen wij de laatste paar secondes van de 12 uur stream zijn geslagen, jongens. Nul zetten, de rest hebben we 8 overstappen gehad, lang. Nog een volgende, zeker. Maar groen licht geven. Zeg dat de VP wel een startsein geeft. Dat ze even buiten komen zwaaien als ze klaar zijn, dan kunnen we vertrekken. Ja. Mijn VP gaat wel zwaar zijn. Wat gaan we doen? Dan gaan we die telefoonwinkel laten gaan, of niet? Ja, ik zal de hostjob wel doen. Maar ik zal de rest wel op de porto zetten. Mooi. Nee, dan ga je niet bijhouden met de VP. 72 gaat de hostageopvang wel doen. Wat moeten we dan? 6. Motor. Ja, met de motor dan. 6. Opstelling gaat zijn. Ik heb het 12 uur volbracht, dat doe je, hè? Nee, doei. Dan de VP erachter moest er zijn. Mag gerust naar bed gaan, hoor. VP achter het hoogstapvoertuig. We made it! De markt die gaat proberen slim te rijden. Ik ben eens moe. Nog niet, in ieder geval. Ja, wat doen we met die telefoon? Thank you. Gaan we ze echt een uur laten wachten? Nou, laat maar nog heel even wachten. Als het dan lang duurt, dan kan Lonnie altijd nog groen licht geven. Ja, dan mee. Is het geen idee om in verband met die neon een Zulu erin te gooien? Sinds dat ook geen ijs was. Ja, weer een Zulu. Niet weer in de Zulu. Die auto weg. Ja, maar met 2 man in de VP is die auto weg. Daarom, die auto zegt absurd. Nee, in ieder geval 1 optrek absurd, laat ik het zo zeggen. Ja, toplicht op de 180. De zonen die binnenstaan zijn allemaal al klaar om te gaan. Ik wou zeggen, je mag gewoon naar bed hoor. Je bent vrij om te gaan wanneer je wilt. Ja. Oh, zijn ik kan eventueel ook nog wel zo. Ik kijk dit af. Oh joh. De Julier of de hele stream? Wat bedoel je dan? Bjorn gaat naar de Zulu. Wacht, nee, dan is het ding toch alleen? Nee, dat is toch weer. Ah, oké. Ja, nee, Bjorn, gaat jij de Zulu maar in? Dan doen we het zo. Dan wacht de Zulu gewoon
tot we hier kwijt zijn. Voor die Bjorn even heen en weer. Ja. Ja. Spijt me, oké. Maak het al een keer wel met je goed. Yo. Dat is al net doet hij toch niet. Koppelt en is hem terug weg. Ja, nee, het is goed. Ik weet hoe ik sta. Ik weet waar ik sta. Nee, het is goed. Ja, vrij laag. Ik weet al, je weet wel waar het staat. Ja, ik weet waar ik sta. Hier, op de grond. Bij die jullie hier. Soms had je toch wel nog boven nog aan zo'n komen. Ik sta hoezo sta ik nou nog? Oh, zo! Hey. Ik ben hier bij de situatie, jongen. Domme. Gedragen. Sorry. Oei. Hoezo sta ik verkeerd? Ik sta toch gewoon netjes hier op de grond? Achter het land moet jij staan. Jij bent een civiel. Nou zeg, doe eens lief. Zegt degene die zijn politiepas kwijt was. Oei. Nou, ben je lekker bezig, Lorenzo? Ik agressief te doen. Domme. Waarom had je... Jongen. Wat zeggen jullie nou allemaal? Ik hoorde de stream is met 12 uur verlengd. Nee. Nou, als we toch allemaal gaan smijten, ga ik ook smijten. Hier. Nice, dat is van Carlos. Van Carlos? Die is toch weg? Ja, dat weet ik. Ik heb nog twee andere... En waarom heb je die bij je dan? Die hebben die mij meegegeven. Hola, lele. Hallo. Ben jij weg, CJ? Ja, zeg. Nee. Dan mag de motor dan subieten het leiding nemen. Moet je nog wel 12 uur blijven? Nee. Mag de VP dan? Zelfs als je aan het. Nee, ik rij niet. Zeker niet. Nee. Want dan ben je hem sowieso kwijt. Ik mag dan overstapvoertuig. Ze zijn hem kwijt. En ze hebben mij van mijn sokken. Dan een Mark die blijft bij de motor. En ik heb weer aan te koppelen bij de overstapvoertuig. Ja, dat is wel. Nee, dan gaan wij klaarstaan. Moet je klaarstaan, dan zal ik goed in licht hoor. Rij Chelsea, ben je niet goed of zo, Mark? Maar joh, ben niet wijs. Het is zwoerder al. Nee. Negatief, bijna staat het erin. CJ komt deze nacht misschien wel terug. Het is al nacht, CJ. Kan hier iemand aan de trappenkant gaan staan? Ja. Of blokkeren is ook goed. Goldelaan? Altijd. 3-dubbel, 4-dubbel, 5-dubbel en 6-dubbel. Want ik heb absoluut geen vertrouwen in jouw rijkunsten. Dank u wel. Graag gedaan. Ik heb 16 uur al achter een voertuig gezeten zonder te crashen. Nee, grapje. Je deed het net heel erg netjes. Ik word gepest. Ik wil pestgedrag. Graag een leidinggevende spreken. Ja, bel Bjorn maar. Of Lorenzo, of weet ik veel wie. Lonnie kan ook nog. Wil je erover praten? Nee, ik hoor alleen maar spoken. We kijken dit af tot de stream. Zuidblap. Communicatie nodig hebben, laat maar weten. Gaan de kant op. Pas op. Daar stond niemand, hè? Oh, dat is handig, die winkel. Kassie, jongen. Je kunt dit. Ik heb de volste vertrouwen in jou. Alleen geen vertrouwen in mijn eigen communicatie. Dat is misschien wel een dingetje nou in de VP. Gaat ja, weg. Ik heb toch Parmigiano, hè? Wat zeg je? Dat je nog Parmigiano ook hebt, hè? Het ziet altijd onder lichten uit, hè? Ja. Yeah. Onder lichten een keer aan. We zien dat ik hier Parmigiano niet van zijn flikker rijdt, hè. Want dat nee, dat moet je niet doen. Ik had het mogen blijven horen. Oei, ja, oei, lees, oei. Hè. Merci, hè. Oei. Neem de afslag, ga naar rechts mee, richting de cardealer. Helmweg. Oh, ik ga mijn Matthijs weer optrekken, ik heb honger. Ik heb dezelfde richting. Ga nu de richting mee. Ik heb gewoon 12 uur lang gestreamd, jongens. Pak er nog een paar uurtjes achteraan, joh. Hè? Waarom niet? Jullie blijven toch allemaal zo trouw kijken naar mij. Maltesers! Snelweg terug op. Echt nu, mij. We gaan dan de rechterkant. Er staat wel een vliegtuig op de snelweg. Geen idee waarom. De snelweg achterkant rooien. Nu, als de popo niet meer kan rijden, dan moet je je auto maken. Hoezo? Wat dan? Maar. Nee, deze, ik wist dat op deze achtervolging richting het ziekenhuis, tegenover stad richting. Wat wil ik?
Hendrik, Martin van Binsbergen en gewoon een beter beroep kiezen. Oh, dat is ja, dat is dat. Wiesel staakt nog steeds tot de videojournalist beter betaald krijgt. Gaan we rechtsaf richting Blokkenpark. Van de rechtsaf achterkant Blokkenpark richting achterkant Rooie Garage. Die gaat diep. Wat de fuck? Parking erop recht over het construction site. Wat moet ik doen? En dan vervolgens linksaf negatief gaan de tegenzin achterkant car dealer. Komt uit een construction site. Gaan dan linksaf de car dealer. Gaan rechtsaf richting de appartementen. Er is niemand. En dan linksaf richting de livery shop. Richting vuilniswagen depot. Dan gaan we linksaf richting strip club. Negatief gaan richting. Maak een 1-2 melding dan. Daar gaan we linksaf richting strikweb. Ik heb één vingerafdruk gevonden, het gaat om Noah Penna. Albrecht? Het gaat om Noah Penna, een vingerafdruk gevonden. Okay. Hoezo, Clem? Momenteel rijden we linksaf aan Megamall. Gaan we richting de barrio. Ik kan ook niet rijden, maar daarom zit ik ook niet in de VP. Vervolgens linksaf, die doen een U-turn terug richting Megamall. De kapperszaak voorbij, gaan dan een steegje achterkant kapperszaak, rijden al die bussen omver. Komen we uit aan de ja, KFC. Zitten vast. Oeps. Vervolgens richting Crash and Go de steegje. Dat is Lorenzo toch, die op de motor? Ja, precies. Dan richting de Walstraat. Achterkant Walstraat. Wie is weer terug bij de popo dan? Wie? Wat? Waar? Hoe? Dus rechtsaf richting nee, niet sorry. Niet sorry, CJ. Het is goed met je. Richting de stripclub. Daar ben ik boos. Ik krijg de helft maar mee. Ik ook. Eigenlijk. En ik speel het zelf en ik krijg zelf de helft maar mee. Rechtsaf richting Eastside. Roof seat, mijn excuses. Dan terug rechtsaf richting de livery shop. We hebben alles maar westelijke richting rijden. Richting ja, dat is Lonnie. Zo'n nieuws. We gaan offroad onderkant snelweg. Waarschijnlijk rechtsaf. Au. Positief. Snelweg. Hey, ze hebben een huis in bruik gevonden. Noorden. Achterkant Rooie Garage snelweg. Wat? We hebben de locatie van de huisinbraak weer gevonden. Ja. Waarom krijg ik makkelijk alles mee terwijl ik een heel ander spel aan het doen ben? I don't know. De linkerafslag. Heb ik nu... ja, heb jij. Ik ga de snelweg terug op. Maar niet die van Chelsea, maar die van mij. Dat is veel erger nog. Richting. In de afslag offroad richting Burshot. Oh jee. Richting Burshot. We gaan daar rechtsaf richting de pier. We gaan de steegjes in recht over Burshot. We gaan dan weer rechtsaf richting Burshot. De steegjes uit aan Burshot. We gaan dan linksaf richting negatief. We gaan dan weer rechtsaf richting Klein Venetië. Je zou er bijna een houten kont van krijgen, hè, Tim? Klein Venetië door. We gaan dan. Oh. We zijn op een koppeland, negatief terug normale rijrichting. Ja. Dan zeg je en Mick ook. De jump start genomen. Mooi, unmarked. Rechtsaf richting Chinees Monument. Rechtsaf, Chinees Monument. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, right in my beer, you really have to see it. 6 feet, 2 feet compact, no slack. Luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sips out red, red wine. Rechtsaf richting de voorkant voor je Harares. Even oostelijke richting rijden, richting Blokkenpark. Daar gaan we rechtsaf richting de car dealer. Dan vervolgens
vervolgens weer rechtsaf aan construction site richting Weasel News. Dan gaan we linksaf richting de Benny's Plezierhaven. Plezierhaven voorbij. En alles van richting door, richting de papierfabriek. Dan gaan we de snelweg op richting de grote brug. Kun je niet bij die Bob in de... We op de snelweg richting de grote brug gaan we nu overrijden. Richting Oilfield. Stop eens met eten, ik krijg honger. Ja, daar kan ik niks aan doen, ik had ook honger. Hoppa, weer 250 euro. 20.000. Nog steeds tegenovergestelde richting. Beetje jammer van die 1 euro. 20.000 en 1 euro. Richting mee. Tegenovergestelde richting terug. Richting mee. Tegenovergestelde richting. Rest ermee aan het spel. En Tommy. Oilfield. Maakt 1 euro over naar mee. Nee. Richting Auto G-Block. Die rijdt hier in de Oilfield zelf. We komen terug richting de baan, richting de brug. We gaan de brug terug over. Ik wil eerst make over. Dit is maar 1 euro, jongens. Ik heb maar alles contact. Nou, de politie heeft het te druk om jou weer terug te halen, hoor. Het mogelijke parachute, ja, positief. Kan de Zulu erachter? Ja, pers. Kan wat zeggen? Ik had. Zulu ondersteunen? Met onderweg. Hebben we allemaal hetzelfde porto of? Ja, we komen naar Porto 0.5. We nemen de afslag. We gaan de snelweg terug op. Oostelijke richting. Waarom wil je mij nou weer aanrijden met de taxi? We gaan vervolgens volgen richting de rode garage. Ja, je bent uitgebroken jij. Dat is een vals alarm, zo vaak. Tegenovergestelde richting, blijven volgen richting het ziekenhuis. Hallo? Oh. Wat moet jij? Nou, doe eens lief. Nee, tuurlijk doe ik niet lief, wat is er? Hé, er ligt iemand neer in de gevangenis en er is geen gevangenisbewaarder. Ja, en wij zijn te druk om jullie te helpen. Nou, dat staat ik weet wel weer, ik regel wel iemand. Wie is er nou weer nokt? Go. Ik ga wel iemand bellen, die is nog wel online van de ambu. Is goed, dankjewel. Hoi. Yo. Probeer ze te verstoppen. Hè? Kan de VP opschakelen aan 0.5? Ja, precies. Rechtsaf richting Rockford Plaza. Precies. 0.5. Hoi, hoi. Ben jij toevallig in dienst? Nee, momenteel niet. Ik kreeg net een melding dat er iemand in de gevangenis Nokkie ligt. Dus ik dacht misschien dat jij nog even wat kan doen. Want wij zitten midden in achtervolgingen namelijk. Ik heb een rode motor. Ik kan even in dienst gaan en dan dat doen eventjes. Ja, als je dat wil doen. Wat? Kunnen jullie in hun porto zeggen dat ik er aankom of kun je dat doorgeven? Ja, ik kan wel doorgeven, maar er is. Je kunt er eigenlijk niet naartoe. Jij kan niet naar binnen, of wel? Nee, is er gevangenisbewaarder of niet? Nee, dat is het probleem, want anders was jou geholpen geweest. Ja, dat is ik kan niet binnen, nee, aan de zonnepluim. Goeie vraag. Ja, wij zitten in achtervolging, dus dat is een beetje kut. Ga ik wel even vragen wat we eraan moeten doen. Maar ja? Weet goed, bel me maar. Is goed, joejoe. Lang.
langs Kleine Plezier halen? Ja, wat moet ik daar nou weer mee? Koppel 43 gaan opkomen. Gebruikt. Is er een idee dat wij spijker moeten leggen? Ik denk dat de Unmarkt beter spijkermatten dan legt als zij daar goed mee overweg kunnen. Kunnen jullie dat niet beter doen? Als GP zenden? Dat zou het gemakkelijkste zijn voor ons, hè? Maar... Oh! Ja, als VP dat kan, dan mag de VP dat doen voor mij, maar dan moeten we wel de communicatie doorgeven blijven. Chelsea, zijn jullie klaar? Nee, ben ik niet. Wat gaan we doen? Spijker moeten leggen. Daar rijdt hij achter de winkel door. Godverdomme, ja, oké. Legion Avenue gaat hij voor de Unicorn langs. Daar gaan we nogmaals rechtsaf komen uit bij het tankstation Blokkenpark. Rijdt daar rechtsdoor richting Oud-Hydra Blok, Capitol Boulevard linksaf. Voorbij Ouden Depot. Daar gaat hij nogmaals, daar rijdt hij rechtsaf voorbij. Kan hij die spijkermatten pas vastpakken in de hand, of niet? Yep. Daarna rijdt hij rechtdoor richting de garage. Hij rijdt Hydra Blok op. Oké, okay, cash in de hand. Terug uitkomen zijkant van het oude ziekenhuis. Voor het rijden heeft. Ja, kopje als motaar erachter kan blijven. Ja, best kunnen volgen. Momenteel rijden we aan de zijkant van de garage. Gaan we richting... We gaan dan weer rechtsaf richting O-Blok. Links af de steegjes, richting Baro terug, rijdt de tramsporen op. Oh, daar lag er een. De afkoppelen, we zijn gespiked. Wat gespiked? Heb jij daarin gelegd? Per ongeluk, denk ik. We gaan vervolgens kant KFC, gaan de brandweerkazerne op, gaan die garage terug, gaan dan terug linksaf. Ja, dat kan ik nog niet doen. Vervolgens terug rechtsaf richting het oude ziekenhuis. Oké, okay, maar je moet wel uitstappen om die motten te leggen. Wat zeg je? Je moet wel uitstappen om die motten te leggen. Je mocht dat niet in de motten doen. Oh, oké, okay. Je wilt wat? Dat ik wil zeggen is dat je niet mocht spikes leggen als je nog in de auto zit. Oh, oké. Okay. Dus je moet uitstappen. Oké. Okay. In momenteel westelijke richting, richting Wiesel Nieuws gaan. Hey, ik weet dat niet, ik heb dit nog nooit gedaan, hè? Nee, maar dan ben ik maar niet uit. Dan gaan we rechtsaf, voorkant Wiesel Nieuws. We komen nu uit aan Little Soul. Dat is geen strafpunt, ja, ik heb het ook niet echt niks te doen. Langs het Chinees Monument gaan we richting de gekleurde garage. Oh, dat is echt kut, dat is helemaal weg van ons. Deze richting rijden. Slippen uit. Achterkant gekleurde garage, richting de pier nu. Negatief rechtsaf, de winkelstraat, einde. Gewoon uit aan de Bahama Mama's. En linksaf terug richting de pier. Vervolgens rechtsaf, richting het hotel daar. Linksaf, onderkant snelweg. Ik ga niet, nee. Aan het strand. Ja, ik zit met de spijkermat in de hand, ik kan die telefoon niet opnemen. Nou, zodat ik ze zo meteen niet hoef te zoeken, dat ik ze gelijk neer kan droppen. Vervolgen. Anders moet ik het eerst zoeken, dan moet ik ze nog droppen en dan is ze onderaan de auto voorbij voordat ik... Zo, de VP via de wielenwijk al kunnen tegemoet rijden anders. Dat is een markertje, alsjeblieft. Waar moet je heen? Voor mij makkelijk. Richting... Yes, wij zijn via de wielenwijk aan het rijden. Ik zou graag gewoon naar de andere kant, maar via de villa wijken gaan. Ik wil gewoon even een marktje dat ik het efficiëntste kan rijden. Oh, wacht, zie de andere kant naar het villa wijk, zei je? Ja, hier naar boven wil ik. Volgen, negatief, ja. Oh, ik heb echt hoofdpijn. Ja, snelweg bij je volgen richting het noorden. Ja, alsjeblieft. Hoe netjes. Dan gaan we rechtsaf richting
is. We blijven al. Wil je nog meer makers hebben? Richting de dieren. Dat mag toch. Cookies. Richting de mijnen. Oh, oh, ja, leg maar matten. Maar matten. We komen een collega tegemoet. Wat is? Als die spikes terug kan leggen. Leg matten. Oh. Leg matten. Naar binnen. Pas op voor de matte collega's. Allemaal. Ze zijn allemaal plat, al zijn banden zijn plat. Kan nu ze weg? Ja, doe maar weg. Ah, ja, spijker wat weg, dan gaan wij volgen. Die spijkeren matten waren netjes. Dank u! Ik neem maar wat! Het is gewoon netjes, inboxen, soort, Ik heb ze gewoon letterlijk gewoon neergeknald in de hoop dat het werkte. Ik heb ze al communiceren over de porto. Ja, nou het was gewoon, ik denk pleur me wat neer. En dan proberen een box te nemen. Ik wou ze eerst netjes zo neerleggen, zo. Ik denk, ja, daar heb ik geen tijd voor. Wat zei hij? Dat heb ik ook niet verstaan, sorry. Kun je bericht herhalen als je dit? Ik zou eerst gewoon proberen in te boxen. Dat was Google. Wie rijdt er van voor, wie rijdt er opzij? Een markt weer van voor. Ik zal het proberen van achter te houden. Ik heb dus nog nooit spijkermatten neergelegd, dus ik wist ook gewoon echt niet wat ik er moest doen. Ja, die brug kunnen op. Zo'n lintje doe ik altijd recht zetten zo. En denk ik, ja nou niet hoor, nee ik ga tijd weer. Nou, wat een agressie zeg, gelijk iemand dood willen rijden, hallo hé. Veiligheid geeft al aan, al redelijk kwaad dat hij u wilde, dus eigenlijk dat van kant rijden. Dus rijd er niet te dicht op. Dat is vernomen. Ja, uitstappen. Uw wapen in hand. Jongens, niet op de zakken. Allemaal. Ik ben even op het voertuig. Is daar iemand bij mij die een vuurwapen was? Had waarschijnlijk poging doen tot instappen. Opstapvoertuig, overstapvoertuig, iemand? Go, let's go, let's go. Let's zien, waar heb je E-360. Lorenzo, hij past goed. Een markt en VP zitten achter dat overstap voor te gaan. En Neon is ook weer aangekoppeld. Ook al één voertuig nodig. Wordt die er nou wel of niet bij? Een markt en de VP opschakelen terug naar Porto 1, dan de motor even met mij mee. Porto check? Porto. Tot voor Dickie had ik hem net zo mooi met die bandjes. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch. Nobody breaks the law on my watch. Oh. Oh. Kut. Ik pak echt kutbochten soms, hè. Sorry, mevrouw. Ik hoop dat je een fijne nacht hebt. Ik hoop dat je nog een fijne nacht hebt, zegt hij.
Zeg je dat nou echt? Ik hoop dat je nog een fijne nacht hebt. Catch him! Catch him, you fool! Altijd met iedereen inzitten. Oké. Okay. Waar is het voertuig heen? Dat ik het niet weet. Dat voertuig rijdt momenteel naar Sandy. Ja, ik bedoel de E63, want ik zie een markt de kant op schieten en ik zie wel de wat andere kant op goed, goed gedaan hebben vandaag. Ja, dat vind ik ook. De volging dan noemen we op. Porto, of ben ik zet kijk op de verkeerde, ik weet het niet. We hebben ons best gedaan. Nou, zo is het. Zijn we die ene kwijt, of? Kijken, want we waren wel netjes, hè? Ja, dat vind je? Ja. Ik heb ze maar gewoon neergepleurd, eigenlijk, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn. Ja, meer is dat niet, hè. Ik denk, pleur ze gewoon over de hele weg neer en denk, hopen dat de collega's er niet overheen rijden. Ja, een beetje. Oh. Dat ging maar niet goed. Kan er locatie doorgeven voor alsjeblieft? En vraag je dat aan mij of aan hun? Aan hun. Je zit er hier toch naast mij? Ja, ik dacht, vond ik het ook zo'n stomme vraag. Oh, ik zat op Porto 1. Ja. Ik zat op de verkeerde Porto nog. Dat is niet handig, niet? Nee, dat is niet handig, niet. Neem eens op, joh. Ja, ik ben bezig. Ik ken niet alles tegelijk. Wat is er? Wat moet je? Stuur maar een appie. Ik kom op zelfstand over alles op mij. Nee, een koppel. Dat is er niet voor gemaakt, de DVP. Nee. Ja, daar kan ik niks aan doen. We zijn bezig met een achtervolging. Ik ben speciaal wel voorzichtig aan het rijden, want... Ja, dat doe je goed. Oh, dat is fucked up. Ga je zo netjes en dan zit hier zo'n ding. Oh, ja. Goed zo. Beetje hals in houden, want anders vliegen we spit over die berg. Ja, dat moeten we niet hebben, hè. Dat wil ik niet uitleggen aan Bjorn. Hallo, wie is dit? Tony. Hallo, Tony. Wat kan ik voor je doen? Heb ik vrije doorgang bij de Eifroet, of? Wat bedoel je? Je hebt vrije doorgang bij de Eifroet? Nee, dat heb je niet. Leg die spulletjes maar gewoon lekker terug en ga maar gewoon zonder spulletjes weer weg. Ja? Ja. Maar wel zonder spulletjes, hè? Nee. Wel? Ik heb alle spulletjes al in mijn zak zitten. Oh. Nee, joh. Au. Ja, het komt goed. Oké, maar wij zitten in de achtervolging op het moment, dus wat kan ik voor je doen, Tony? We gaan even een nieuwe toestemming om weg te gaan, dan? Jij krijgt van mij geen toestemming om weg te gaan. Waarom niet? Omdat dat niet hoort. Ik heb toestemming om mijn voertuig te laten. Maar zullen die niet komen? Ja, ik ga wel eventjes overleggen wat we gaan doen, ja? Ja, ik hoor dat, Chelsea. Yes. Met je babbel nog. Dankjewel. Herhaalbericht alsjeblieft. Positief. Oké, dank wel. Sorry. Nee, precies de balspeldel, want korps. Amai. Ja, zouden we dan geen gameshow moeten doen? Ze een balshow, dat mensen kunnen bellen. Beantwoorden. Ja. Hij zegt, heb ik vrije doorgang bij de Eifroet? Ik zeg, je krijgt van mij geen vrije doorgang. Wat zit er achter kaartje nummer 1? Wat zeg je nou? Dat je. Je hebt toch geluisterd dat je de belspeldel van het korps vindt? Mij! En in telefoon dan wat anders. Ja, ik kan er niks aan doen dat ik constant gebeld word. Dat is ook
Ja, je kunt er wel uit doen. Iedereen staat op niet beschikbaar, behalve jij. Nee, Bjorn ook niet. Nee, Bjorn is ook niet beschikbaar. Nee, die is nooit beschikbaar gezet. Die rijdt over de rand, maar hier zijn nog twee andere voertuigen. Een Neon en een Ford. Ja, wij zijn Faya met de A6. Wat hebben die gedaan? Die waren over de vangrail gereden. Als kunnen. Jo. Pas er weer. Nog de volging van de Neon. De 59 zit vast volgens mij. Er rijden ook in een kleine Ford Fiesta. Momenteel beide richting langs de plezierhaven. Rijden momenteel richting. Even kijken, de Tour de Garage. Beide linksaf richting het strand. Eén rijdt Venetië en de andere rijdt rechtdoor. Ik ga achter de Neon. Venetië richting Beurschot. Dat vind ik het ook wel knap dat iedereen van die agenten zijn telefoon uitzet. Zo. Wat? We komen uit aan Beurschot. Au. We gaan de Winkelstraat What? Door. Negatief. Wat gebeurde daar nou weer? Assistentie. Ja, ik weet het. Man. Chassie? Ja? Ja, gewoon neutraliseren, oh my god. Wat schiet maar, hè? Schiet maar. Kijk, neergehaald. Ja, dat hebben Lorenzo gewoon neergehaald. Waar schiet wel dan? Want ik zie niks. Ja, die mensen schiet? Geschoten of ja, wordt volgeschoten op collega. Ja, wordt volgeschoten. Volgeschoten. Ja, voor veel heeft van de collega auto. Aan. Kom, pak Lorenzo maar op. We gaan Lorenzo gewoon pakken. Vier gewapende verdachten. Jo. Maar schiet maar weer, hè. Moet mij even laten, joh. Nee, ik kon je gewoon alle naar te zetten. Die had ik blijkbaar niet aan. Komt er ook een Brabus aan? Kom. Chelsea, kom hier. We halen aan de andere kant. Kom. Oh, wij gaan naar. Oké. Jo. Zwarte Brabus komt de persoon ophalen. We gaan rennen. Stap in de auto, Klaas. Ja, auto zit nu vol. Ik zag heel niet wat ik op moet schieten, joh. De voet, die gaat er tegen. Komt een schoot, ik op de verkeer en dan schiet ik iemand anders door de kop heen. Waar je die verdachte naartoe gelopen, joh? De steeg achter de Brahma, maar hij is persoon in het paars gekleed. Hij zit in een vuilnisbak hier, denk ik. Get him. Ik heb het voertuig, begraafplaats richting OG. Nee, maar die kan ik niks doen. Die kan ik niks met al die vuilnisbakken doen. Is hij naar links of rechts uit? Ligt het aan mij of kun je die vuilniszakken niet doorzoeken? Brahma is langs en dan links. Oh, nou doet hij het wel, oké. Okay. We moeten zonder uw wapen. Oh, vandaar. Brahma, hij is andere steken. Ja, die zwarte Brabus, die tijdt de metro in. Ik wou wel, maar ik kon niet stoppen, niet. Ik zat vast met de hand. Dus Zulus is wel kwijt. Had hij vast in de gleuf met de hand? Ja. Ziekenhuiszijde bij de autobaan. Ik ga vanaf appartement erin. Dat hoef je mij niet te vertellen, dat we mensen tekort komen. Slag, jong. Ja, let wel op je eindveiligheid. Zet er 5 personen in dat voertuig. Iemand in de auto, iemand in de kofferbak. Ja, ik kan eerst gaan afzetten op ziekenhuis. Nee? Nee, het is even onze gewone collega op ziekenhuis gaan afzetten. Is de andere persoon aangetroffen? Oh jee. Lonnie! Oh, Lonnie! Wat jij zegt, hè? Die uitstapt met een wapen, hè? Schiet ik hem dwars door zijn kop. Gewoon doen. Lonnie, ik ben onderweg, jongen.
Kilo die legt ook altijd al als eerste neer in een shootout. Hij wordt als laatste opgehaald. Nooit! Ik zag er nooit een wegje in één keer en hoefde ik volgeblazen. Oh, wacht. Zeg, Loni, nu had ik niet als eerste neer in een shootout, hè? Nee, nu was Lorenzo. Maar ja, Lorenzo zijn we gewoon. Die nou gewoon in de zijk te nemen? Maar doe die auto deze ook even. Oh, wacht even. Ja. Wordt die weg? Ja, ja, gewoon weg. Die Fiesta en die Neon afslepen of niet? Zo, Bennis. Wat zegt u? Er zijn nog Bennis, ja. Ja, ik ga wel eerst dat ziekenhuis voeren en dan die wil maar. Bah, ik heb zoiets van laatste. Ik heb gehoord dat ze. Ik heb gehoord dat ze heel salty waren. Heel salty. Voor die spijkermotten was je wel appartementen. Als ik nog één kerel van die groep mijn wapens die uitstappen. Ik geef geen waarschuwing, hè. Ik knal die vlak door zijn kop. Ik benader die ingepitte wagen met de wapen. Gaat hij nog gaan lopen met de wapen? Stapt hij in? Ik trok heel tijd mijn wapen op hun, hè. En vervolgens daarnet. Stappen met drie uit, schiet mij gewoon vol. Nee, gewoon niet zeggen van handen omhoog voor te gijzelen. Nee, nee, gewoon. Een god die bij appartementen kan en spikes neerleggen daar. Ah, dat kan. Maar wat ik ook slecht tegen kan, dat ze nu nooit dat we ze netjes gespijkerd hebben. We hebben ze echt gewoon heel net. Ja, we hadden ze net gespijkermat, maar ik hoorde echt zo salte als ik dacht, ik kan gewoon gunnen voor wat. Nee, niet rechtstreeks ballen te poppen, die shit, maar ja. Het is ons ook gaan doen. Gunnen die mannen niets meer. Ik hoorde dat jullie taxi gebeld. Waren jullie dat toevallig? Negatief, sorry. Hè. Ah. Als ik nou gewoon instap. Ben je erbij? Oh, ja, dankjewel Chelsea. Toon ik je lief voor mij. Alsjeblieft. Ik ben altijd lief voor je. Nou. Kom hier. Lukt het? Ja, Lonnie is eruit, nog wel eens. Oké, okay. Nee, weet niet. Lonnie, onder de auto. Onder de auto, onder de auto. Zet de auto weg. Ja. Wordt dat gecrashed? Ik zal de auto even wegzetten. Uitgestraald. Ken het. Oh, au, oh, zo. Au. Oh, mag ik dat ook een keer doen? Lonnie, het is zielig voor je. Ik vind dit echt zielig voor je. Achterzijde bij die. Heeft iedereen laten uitstappen? Ze gaan wel weer terug richting appartementen, toch? Sorry, Poppie. Ja, appartementenkant. AB, sorry. Ik ben een ziekenboeg. Er zit iets in mijn hand. Kijk, er zit iets in mijn hand. Het wil er niet meer uit. Er zit er nog maar eens eentje. Help! Ik ben een keer niet neergeschoten. Ik moet ook even inchecken dat ik hier ben. Ja, natuurlijk ga je ook maar een keer checken. Check maar weer in hoor. Echt waar, alle mannen liggen weer neer hoor. En de vrouw blijft maar weer staan. Ik ga ziekenhuiskant eruit. Oh nee, ja, maar daar een Chinees monument, dat ik daar in één keer 3 meter de lucht in vloog, Charles. Ja, ja, ja. Zijn we nu nog in het voertuig? Jullie zijn oké? Dat we weten, ik zie voor de rest niemand. We komen uit bij Soers bij taxi. Ach ja. Staat zacht. Staat zacht, zegt hij. Joejoe. Maar ik ja, maar ik snap wel die dingen. Ah, ik wou gewoon milder zijn omdat ik hoorde dat hij salty is, dus ik dacht, maar, ik kan die... Lonnie, ik heb het gehad met die groep. Je de mogelijkheid ziet, dingen. Mag je van mij de... Dingen, GSF, zeg de dingen. Dat doet niks. Zeg de, hoe noem je het, Lorenzo? Maar het is altijd schieten en we hebben ze gewoon net ge... We hebben niet, onder 100 spijkermatten gelegd, hè. Gewoon één keer net, hè. Allee, ja. Snapte dat wij gewoon net waren omgereden en dat ze perfect naar ons reden. Dat is gewoon iets anders. Ja, daarom had ik jullie ook zo laten rijden. Ik dacht, dan zijn we ze verloren. Dan kunnen we misschien afblokken om die spijkermat te leggen. Ja. Ik vind dat gewoon jammer dat daar zo salty wordt op gereageerd. Met dat ze al 10.000 keer overstappen bij wijze van spreken. Als ze zouden kunnen, zouden ze om de 2 minuten overstappen. Ik was al blij dat mijn keuze. Nee, hij wil niet. Zijn ze volledig kwijt momenteel? Ja, dat is 8 Chelsea in de markt. Nou, nee. Ik zou dit achter doen, want als ik nu nog een achtervolging doe, ga ik te hard optreden, dat weet ik van mijn eigen. Oh jee, zo erg. Maar ik loop er niet aan met de hand van, maar ik vind dat gewoon mensen die salty doen, best dat ze geen poot hebben voor op te staan, vind ik jammer. Klopt. En dan wil ik dat niet op andere mensen die dan iets moois proberen opzetten, niet uitwerken. Dat is niet de bedoeling. Ja, daarom als je frustratie hebt, is het altijd best dat je gewoon uit dienst gaat. Ik heb zo zeker
dat niet gedaan en ik heb daar de hele kop bij ingescholden en toen had Chipie met mijn nek vast. Ik zie en dat moet je ook niet hebben. Ik zie dat ze nek vallen zodat ze de bureau schrijven. Ja, het is die heeft mij een ding geboekt. Vakantie geboekt voor 3 dagen. Maar Lodi, waar jij daarbij met die achtervolging dat we een keer met 30 man bij een palettobank hebben gedaan. Dus we waren echt met ja, die iFruit, ja, maar ja, ik ben geen OC trouwens. Ik denk dat die van de iFruit te lang weg zijn. Dat was ook zo'n kweetnieuw rustige dag en dan waren ze palettobank aan het doen. Hè. We waren echt met 20 man beschikbaar. Ah, ik denk dat ik weet. Ik denk dat ik weet welke dat je bedoelt. En dat was ja, jij moet morgen naar 12 uur. Een inboxing voor die in de tunnel hadden gedaan aan paletto. Oh, mee, hè? We ook de dingen voor elke uitgang, zelfs metro, dingen afgezet. Iedereen die er nog is. Want wat een, die volledig echt ingeput. 3 dagen, ik ben niet goed. Die was volledig 10 meter de lucht in. Van de 79 iedereen afkoppelen en richting telefoon. Ja, de gouden tijden. Dat ja, we moeten richting de telefoonwinkel. Ik voor degene die niet staat, is achtergaan. Ik ga ook status 8. Nou, dan neem mij maar mee, dan ga ik eventjes een noodhulpje halen. Ja, is goed zo. Of ik moet met iemand anders kunnen koppelen, maar... Je neem je nog in dienst. Jawel, kom eens uit. 79 ook nog, ja, jongen. Zie je dat zitten om die Chelsea mee te nemen? Ja, ja, positief. Ik kan status 8 en Lonnie ook. Kom ze, jongen. Kom ze. Echt dat Chinese monument daar juist, Lonnie. Ik rijd daar gewoon over zo'n drempeltje. Ik vlieg echt 5 keer de lucht in, hè. Ben geen popo, nee. Shanna, die is geen popo, nee. Zo maak je elke dag wel iets mee, zeg. Wat? Maar ik vind dat ik wel een goede dienst heb gezet met mijn VP vandaag. Ik heb er goed mee gereden. Ja, ik heb u toch gezegd, de eerstvolgende VP zeg het hey. De eerstvolgende VP zeg jij, zeg ik toch? Nee, maar ik bedoel gewoon dat ik netjes gereden en dat content ben. Ja, maar dat straks zeg ik toch. Maar je weet dat dat bij mij altijd een grapje is. Hè? Als het aan mij afhangt, krijg ik altijd VP. Hè? Ik vind dat leuk. Ja, ik weet het ook zo, maar... 79, kom eens uit. Toen had ik leiding IBT. Want... Ja, geef er. Als wat gaan wij baan op? Ja, ik niet. Ja, positief als natuurlijk. Ik kom naar de garage. Yo. Och, jong. Hey. Bjorn? Ja? Nu een keer eerlijk, je hebt toch Lonnie gewoon wijsgemaakt dat hij leiding is? Hij zal leiding met mij te tellen, dat is veel. Waarom? Ook gesolliciteerd. Heb jij gesolliciteerd voor politie, hè? Janne? Met een andere char dan of zo, wat? Ja, maar goed, het is ook best wel laat op zich, hè? Hoi. Hallo. He. Was gezellig in je eentje in de Zulu? Oh, heerlijk. Ja, ik heb een mooi spijkermat erin gelegd. Groot. Oh, nice. En waar is het telefoonwinkel ook weer? Wacht eens. Die politie moet even... Zou jij het? Toppie, dank je. Doe me een keer heel hard niezen, ja? Wat zei je? Zeg, doe me een keer heel hard niezen. Gezondheid. Dank je. Dat er waar de telefoonwinkel zit? Ja. Wat came het toch goed, hè? Jij denkt, anders gaan we er nooit komen. Ik werd net al gebeld door Tony. Dat hij vrije doorgang had, dus we weten sowieso dat Tony in de telefoonwinkel zit. Ja, dat zou Henk ook wel erbij zitten. Zeg, je krijgt van mij geen vrije doorgang. Zit hier, maar als jullie niet komen, ik zeg, je wacht maar tot we komen. Au. Sorry. Veiligheid hou je toch? Ja, we
Wil je met z'n tweeën vier man gaan achtervolgen? Of? Met z'n tweeën, hè? Hoezo? Waar is de rest dan? Het is z'n tweeën zitten. Ja, de rest is allemaal staat zo. Godverdorie. Oké. Okay. Je zult het met mij moeten doen. Oké, okay. Hier, wacht. Ja, maar ga je dan. Succes. Ah, dank je. Je shield het met mij moeten doen. Ik word hier zo moe van. Ja, wat wil je doen? Wacht, moment. Ik ga één ding checken. Als het een rot voertuig is. Waar is dat een Infernus? Ja, dat is een Infernus. Oh, ja, ja, ja. Zijn wij echt nou nog de enige twee in dienst? Ja. Zou ik bij moeten kunnen houden. Ja, denk je? Ja, ja, denk ik. En Bjorn. Mijn favoriete agent. Gelukkig maar, want meer krijg je niet. Tony, hallo. Yes. Hallo, Tony. Mag Chelsea gaan rijden? Hallo. Nee, Chelsea rijdt niet, denk je? Waarom niet Chelsea? Bjorn kan wel rijden, dan. Ik zou zeggen, laten we het maar kort en krachtig houden dan, hè? Ja, omdat als Chelsea rijdt, jullie sowieso wegkomen, dus gaan we niet doen. Ja, dat zijn sowieso kort met de eisen, want ja, wat je ook eit, van geen Zulu, geen motoren en dat soort dingen. Geef ze de win echt niet, ik heb winnaarsmentaliteit vandaag. Oké, laat op. Wacht, jij gaat met Shanna? Oh, jij moet 2 weken wachten vanwege jouw... strafblad natuurlijk. Ja, niet zo goed in rijden, maar... Was je criminaliteit zat? Die mevrouw nog even zouden mogen vieren. Ja, dat mag zeggen. Kunnen we even trekken. Ja, bij twee. Dat is die mevrouw zou willen vieren. Ja hoor. Mevrouw, ik ga je even fouilleren. Oh. Wat is die zei? Ik ga je eventjes fouilleren. Oh, ja, go ahead. Only got a knife, that's it. Druk gehad, Bjorn. Yep. Shit. Heeft drie vrouwen even geluk. Ja, not much. Dat we met nu zo weinig zijn. Who is this guy actually? Jorn. Oh, hey. Iemand belangrijk verder. Oké. Okay. Iemand belangrijk verder. Ik ken jullie zo vertrekken. Yes, yes. Henk is er ook bij, dit is Henk. Ik dacht dat Melina was. Nee, dat is niet Melina, nee. Dat is die lijfer uit de gevangenis die vanmiddag is ontsnapt. Ja, ik zei altijd dat ook ze ook heet dat, mag. Ja, als ik zo moet... Is het Keisha of zo? Ja, Keisha nog iets. Geen idee of dat er al atheetjes openstaan voor die mensen of niet. Nee, dan gaan we dat zo meteen nog doen. Dus ik doe dat en jij rijdt dan. Jij rijdt mijn rondjes rond het blokkenpark en ik typ dat bij VV. Hoezo rij ik nou weer rondjes rondom het blokkenpark dan? Ja, nee, maar ik bedoel, jij mag dan rijden en dan doe ik dat bij VV. Oh, dat is best. En ze staan nog niet open, nee. Ja. Er was er nog eentje, Harry. Zij en Harry. Oké. Okay. Nou, let's go. Zo, de muziek erbij aan. Ja, zet de muziek er maar bij aan. Zal ik de communicatie even doen? We gaan hier naar links. En dan gaan we rechtdoor. Wat flauw. En we gaan naar links. Beetje mooi irritant. Oh, dit is prima te doen trouwens. Ja, toch wel. Ach, het zijn Henkie en Tony maar. Ja. Henkie geeft zich zo meteen gewoon vrijwillig over. Emotional damage! Ja, Tony had wel een vuurwapen vast. Zou er wel rekening mee. Oh, maar ik ben niet bang voor Tony. Die doet toch niks. Nee, ik ook niet. Ja. Als die had wat... Dat hij begint met schieten, maar dan... Ja. Dan had hij me niet gebeld, denk ik. Oké, zo. Ja, kan wel. Alles kan, natuurlijk. Ik nog een keer onder schot gehouden te worden, hoor. Onder schot gehouden te worden, wat? Ja, 1 keer in de week zat. Oh. Ja, Lorenzo had volgens mij ook zijn... wekelijkse portie lood. Ja, die, ik wou zeggen, die is ook aardig wel. Die zat wel boven ze aan bevolen dagelijkse hoeveelheid lood, volgens mij. Ja, en Lonnie ook al? Lonnie ook al? Oh, nou. Ja, nee. Ja. Oh mijn god, ik hoef niet terug naar prison. Ja, dat moet je wel, maar we hebben er nou even geen capaciteit voor. Ja, wij 2 weken geleden. Ja, en ik van de week nog met Juan en Bibi. Ja. Oh ja.
Ja. Ik krijg gewoon een foto van Bibi. Oh, je krijgt nog een foto van die, hè? En ze zei dat ze jou ging sms'en, ja, of appen, wat je hoe je het ook noemen wil. WhatsApp. Ja, WhatsApp, ja. Zei al, zeg, dan ga je toch niet, ik ga je toch geen reactie op krijgen. Toen zei ze, hoezo niet? Ik zeg, omdat ze appjes toch nooit leest. Ik zeg, het boeit hem toch niet. Het boeit hem echt wel. Boeit hem wel, maar dat hoeven zij niet te weten. Nee, inderdaad. Ik of ik laat blijken en of het me daadwerkelijk... Dat zijn twee verschillende dingen. Maar je moet ze ook niet alles aan de neus hangen, want dan word ik elke keer een target. Daar heb ik geen zin in. Nee, daarom. Dan zijn we, ja, we zijn met z'n tweeën. Zullen we ze even gaan helpen? Ja, dat weet ik. Er komt nog een AT'tje. Je bent vandaag ontsnapt. Daar werden wij over gebeld. Oké, nu heb ik wel echt een serieus probleem. Want? Ga eens weg. Oké. Ja, hoe leg ik het uit? Ik weet niet. Ik zat net soort van nog in de Zulu, zeg maar. De auto reed niet helemaal op de juiste plek op terug. Oké. Als in hoofdpijn of als in... jammer. Ja, lang. Nee, als in ik zie sommige delen van de weg niet en dat soort gezeik. Oh, dat is niet best. Nee, zo kan ik ook niet rijden. Nee, ik was echt zo niet rijden. Met vier wielen op de grond, zeg maar, dat was bij mij niet het geval. Dus dat, Nee, dat kan ook niet, nee. Doe eens lief. Nou, ik ben zeg een GT. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. Chelsea. Hey, Sjaak. Kom, let's go. Ja. We kwamen gewoon terug. Maar als jij niet kan rijden, was het dan niet beter geweest als ik achter het stuur had gaan zitten? Misschien wel. Nou, oh, oké. Okay. Maar joh. Maar joh. Wat kan jou het schelen, joh. Ja, joh. Ja, joh. Poging 2. Ja, maar ook dat ze gewoon terugkomen. Dat is heel gek. Ik heb het maar op sommige plekken, zeg maar. Dit is oké. Okay. Maar net was het... Niet best. Focus, focus. Maar ik heb dat veel vaker, als ik langdurig in de Zulu heb gevlogen op hoge hoogte, dan kan ik door de heilige lucht ga ik gekke dingen zien. Oké. Okay. Misschien ben je wel een beetje luchtziek. Of het kwam gewoon omdat je weer drie dingen tegelijkertijd aan het doen was. Ook. Ja, dat dacht ik al. Kom maar op, daar kom ik nu nog. Ja, ik zou relaxed stille achtervolging, alleen lampjes aan. Gewoon niet dat tattoo aan je harsjes. Geen porto gezeik. Heerlijk als je maar met z'n tweeën bent. Oh. Alleen dat die winkelmelding, hè? Ik zie er nog wel een paar in dienst. De telefoon loopt achter, denk ik. Ja, kan. Ik wil hem even helemaal afsluiten en opnieuw opstarten die telefoon. Wacht, dat kan? Ja, moet je echt de app afsluiten en dan je telefoon even van je scherm uitzetten, zeg maar. En dan je telefoon weer pakken. Oké. Okay. Holy shit, die zag ik niet. Oh mijn god. Ha, nou hebben wij het overleven. Nou. Blijf zitten dan. Ik Tony, ben je al duizelig? Ja, dat gaat wel goed, hè? Dat ga je niet helemaal lekker. Ik zeg even een ander voertuig. Hoe hard kan je rennen? Ik denk dat Bjorn een paletto weer terug en nog drie rondes. Dus dat is helemaal fair. Ja, Bjorn heeft goede conditie dan voor. Ja. Ik zeg even een ander voertuig, jongens. Kijk eens even een ander voertuig.
Je had beter kunnen zeggen, kom, ik neem je even mee, geef je mijn A6, dan kunnen we verder. Ja, Elmo. Ja, maar dat had je beter kunnen zeggen. Die hou ik niet bij met de Turan gepas. En dan pakken wij de RS6 natuurlijk, hè, dat snap je. Dat was wel grappig geweest. Ja. Geef je mijn A6. Oh, dat is snel voor taak. Ja. Rijdt goed. Rijdt goed, is mooi. Is grote blij. Ja. Vervolgens gewoon vol met een RS6 erachteraan blazen. Inderdaad. Waarom heb ik... trouwens, nog even één ding. Ja? Waarom heb ik jou teleurgesteld dat ik met CJ koppel? Daar kan ik toch niks aan doen? Kies je met de p. Ja. De p. Ja, het de p, ja. De p. Ja, nee, ik heb geen idee. Wat verdomme, mij een beetje schuldgevoel aanpraten. Dat je teleurgesteld bent en dat je oké bent en dat alles oké is. Jullie gaan daarin, ja? Ja. Echt daarmee? Echt daarmee? Oké, top. You never gonna catch the light, you know? Oké. Dag Henkie. Hij wordt nu al voor opgebukt. Henk. Ik hou mijn handen over. Henkie. Hij wordt nu al voor opgebukt, ja. Je kunt net zo goed je masker afzetten, ik weet toch al wie je bent. Ja, dat weet ik. Je kunt beter ademhalen. Jan ook staat te zien. Geen foto's aan de telefoonwinkel, maar dat mag niet. Jawel, heb ik wel. Oh! Ik doe nog wel wat als jij ernaast staat, hè? Dat is waar. Ja, ik niet. Ik ben er compleet afgeleid. Maar ja, ik wist dat die opmerking ging komen, dus ja. Nou, maar ik niet. Ja, ik denk... Jij gooit de call op. Ik hoef hem alleen maar in te tikken, toch? Ja, precies. Nee, maar oprecht, ik meen dat als mensen aan je vragen van ben je bezet, zeg gewoon ja, zeg gewoon met Bjorn, dan ben je van al het gezeik af, komt er niemand achter je aan. Ja, maar het is toch niet zo? Nee, ja, maar dat hoeven zij niet te weten. Nee, dat is waar. Oei! En de meeste mensen denken toch wel dat het zo is. Ja, maar ja, voor diegenen die het nog niet denken, laat ze het maar denken, dus voor jou is het rustiger. Dat is zeker waar. Weet je wat Schenk pas aan mij vroeg? Nou. Hij zegt, ben je bezet? Ik zeg, Cheng, ja. Ik zeg, je bent veel te oud voor mij. Hij zegt, hoe oud ben je dan? Ik zeg, 29 bijna. Oh, zegt hij, dat kan best. Ik zeg, dat gaat niet werken, niet. Trik, hè. Had mijn opa kunnen zijn onderhand. Nee, grapje. Wel mijn vader, niet mijn opa. Was ze nou daar bij appa? Geen idee, je bent ze gewoon kwijt. Nope. Oh nee, toch niet. Hey, Bjorn. Emotional damage. Dat kan zelfs niet eens. Dat vind ik zelfs niet kunnen. Hey, dit is wel een leuke auto. Je zegt kut auto. Dit is een leuke kut auto. Emotional damage. Ja, nu is het heel moeilijk, maar dit... Oh, heerlijk. Ja, dat ding is echt een krim om te volgen, hoor. Ja, maar hij past ook overal tussendoor. Pas jij dat? Ik heb dood. Ja, maar jij past... Nee, dat is niet zo. Keer hem. Ja. Hey, zwembad. Godverdomme, joh. Dat past toch nooit? Hoppa, maken het passend. Nee, maar dit past niet. Dit ga je niet voor elkaar krijgen, Bjorn. Ja, dit was wel, godzonde. Ik had ook niet gedacht dat ik al zo ver zou komen eigenlijk. Ik ga je niet redden, jongen. Kom op, Bjorn, je kan het. Daar zit zijn moeder. Hoezo is er nou alweer een telefoonwinkel? Wat is dit? Hoe kan dat? Ja, maar die andere is al heel lang geleden. Maar er zouden twee collega's. Ja, ik weet het. Nou is er weer een nieuwe. We hebben echt lang in die shit gestaan. Ja, jullie hebben echt heel lang gewacht.
Je clipt, ja, dat zal wel. Bjorn. Even stop, jongen. Dat is het best. Ik kijk om weer eruit te komen, maar... Ga je niet redden, niet? Dat lukt niet. Hij zit je gewoon op de camera te doen, hè? Ja. En dan? Nu ben je echt... Daar kom je eruit. Ja. Nou kom je er echt niet meer uit. Dat klopt. Nee. Oh, jee. Bandje poppen? Ja, absoluut. Goeie. Oh, oh, ja, ai. Nou, oh, jongen, ze is niet zo te plagen, joh. Ja, ze zit ons heel erg te plagen. Kan niet. Kan niet, hè? Nee. Mogen we jouw auto even lenen? Ja, is ook gaan we daar eventjes mee in achtervolging? We vorderen gewoon. Nee. Ja. Stap maar in. Stap maar in. Je zult staan bij, ik kan breng je dat graag. Ja, joh. Ja, met zich de scheiding, maar dat gaat overal tussen de onderdoor. Ja, joh, dat is echt niet normaal. Ja, echt irritant is dat. Maar het leukste vind ik om het gewoon te proberen, weet je wel, met die tranen. Ik weet wel dat ik vast nee, maar zitten, kijk, maar, ja, dat is het probleem. Volgens mij zijn die andere. Ja, twee. Ja, oh, geen idee. Dank u. Kan dat dan? Ja, als u. Fijne avond. Fijne avond, jojo. Bjorn? Ja? Een telefoonwinkel met twee agenten kan toch helemaal niet? Nee. Waarom krijgen wij dan net een melding van een telefoonwinkel? Ja, dat is goed, ja. Sjaak Jansma. Sjaak Jansma is de telefoonwinkel aan doen. Oh, dan gaan we wel. Let's go. Nee, niet eens eentje. Sorry, ik was op de camera. Voertuig is? Ja, nee, kan ik niet zien vanuit de binnenkant. Oké, okay. Nou, kom. Omkleden. Gaan we pakken dan? VP, RSS. Mhm. Hey, Jason! Motor mag ook. Motor mag ook. Motor, ja, nee, motor ben ik niet zo goed in, hè? Ah ja, dat is waar. Hoi, hoi. Wat is er aan de hand? Telefoonwinkel. Oh, motor nodig? Nee, nou niet. Zeg. Noodhulpjes zou wel fijn zijn. Oké, en rijk nodig. Ga je ervan uit? Dat die wel weer. Go. Oh, niemand op de deur dit. Ik dacht dat jij de laatste was door de poort. Je afsluit is ook een vak. Welke wil je nou? Welke wil je nou? A6 of RSS? Ja, maar. Ja, maar jouw keus. Oeh, de mooie van de twee. Deur afsluiten? Ik was als eerste door de deur heen, hoor. Ja, weet ik. Dus dan ga ik hem toch niet afsluiten voor je neus? What the fuck? Dankjewel voor de follow, Don Martino. Ja, jij wil deze auto kopen, toch? Ja. Ga je echt niet meer terugkrijgen. Ik heb mijn eigen bedacht. Jij mag de A6 houden, ik wil de RSS. Ja. Ja, zegt hij. Oh, Sophie was trouwens niet zo heel erg blij dat mensen de auto's aan het overspuiten waren in de gezamenlijke garage, geloof ik. Ja, maar dat moeten ze ook niet doen. Nee, maar het gebeurde wel. Wat de hel? Gaan binnenvallen. Ja, maar ik zie niks. Oh. Ja, dat is... Dus even overtuigen. Wat? Moment. Maar wat zie je niet? Ik zie de hele winkel niet. Oh ja, moment. Au! Het helpt niet. How about now? Nope. Hey! Wat vond je wel vast wel leuk om te doen?
Het viel te proberen. Ja, oké. Okay. Overtuig ze heel eventjes dan, of zo. Dat ze even wachten. Oh ja, die wachten wel er. Okay. Als jij terugkomt, dan ik pik je wel even op het AB. Ja, oké. Okay. Ja, jammer. Yo. Kan ook niet meer rennen namelijk. Mijn hele spel... 1-2. Moment. 1-2. Zo ben jij je telefoon kwijt dan. Hallo, ben ik weer? Bjorn? Bjorn is momenteel naar Burgershot over. Ja, de Burgershot. Had honger. Oh, nou, dan kom ik wel even met een noten op jullie kant op. Dan stap ik daar wel bij Bjorn in. Jou even wel wat anders? Ja, mag ook. Ja, is ook goed. Ik kan ook wel even aan jullie kant op komen, maakt niet zo bar voor uit. Miauw. Jouw kant op. Joe, niet alles tegelijk. Kan maar één iemand in de auto stappen. Ik vlieg wel even heen en weer.
Ahaha. Wel dikke R6 van de politie, oh ja, mooi hè. Hij is echt gaaf. Dat ding blijft cool. Oh ja, dat is prima. Maar we hebben verder niks afgezet, dus dat komt goed. Ja, the fuck? Is prima. Oké, okay. Oi oi. Oh, godverdomme. Nee, moment. Ik moet even, anders dan vlieg ik zo meteen de hele tijd weer. Dus oh, oké. Okay. Soort... Mooi moment. Ik denk, waarom geeft u mij nou de sleutels? Ja maar, als hij... Sst, jullie zien dit niet, hè? Dit is zo cool! Even spelen, ja? Even spelen gewoon. Wat dan, jongen? Doe er al uit in, dan heb ik jou daar. Jullie moeten niet alles klippen. Draad. Klein rondje. Fucking vette kutauto dit. Ah joh, ik lever hem zo wel weer in. Zit toch een deuk in. Dit ding is echt zo vet. Ik doe niks. Ik sta gewoon netjes op de plek. Ik doe niks. Nee, ik ben een klein kind in de snoepwinkel, ja, echt, hè? Nou, Bob. Kijk, ik kan gewoon terugrijden zo en dan wiee! Jij gaf mij de sleutels. Ik moet toch even onze nieuwe auto testen? Hier, hop! Hoezo? Dit betaalt Bob? Waarom hoor ik een helikopter? Oh, daar. What the fuck? Dat is ook niet iets wat je elke dag ziet. Niet? Oh, jammer. Waarom landt de helikopter daar dan? Rijdt deze beter of rijdt die andere beter? Ik had de motor wel netjes afzetten hoor, meneer Sherpiet over zijn tank. Tommy Dijkstra heeft nog niet eens een lichaam. Jas, die gaat niet status 8. Die gaat nog niet status 8 nu. Ik heb nog geen zin in. Jason! U bericht. Hoi. Is er aan de hand? Hoi. Heb jij onderhandeld? Nee, ik zit te wachten op jullie. Ja, top.
Hoi. Sluit. Ja hoor. Ik sta op dezelfde plek als net. Nee, dank je. Ik heb niks gedaan in de tussentijd. Okay. Helemaal niks. Zit, zeg maar. Ik had wel verwacht dat je minimaal gewoon even een testrondje had gemaakt. Voor het. Okay. Heb ik misschien ook wel gedaan. Nou, dank je. Meisje. Nou, dikke vet voor je. Blijf straks wel billig op voor. Echt niet? Was het toch niet? Wat denk jij? Dat jij mij de sleutels van deze auto kan geven en ik er niet in rond ga rijden? Uh-huh. Nee. Staat mijn stream vast of staat de PlayStation vast? PlayStation vast, oké. Okay. Ik wou zeggen, jij geeft mij zo'n auto, zo'n die sleutels van deze auto. En dan verwacht je dat ik daar niet mee vandoor ga? Weet je? Nee, zeker niet. Ja. Oké, wat moet er nog gebeuren? Onderhandelen. Oké. Jason, heb je al een foto gemaakt van het voertuig? Nog niet. Ook nog niet? Ik zat te wachten op wat jullie. Wat heb je dan wel gedaan? Wacht op jullie. God nonde u. Moet ik alles zelf doen hier? Echt waar. Rustig aan. Dat heb je dan gepromoveerd, Bjorn, echt. Ik moet dus even gaan hebben over die 30 brik wiet die achter in zijn kofferbak ligt. Hoi. Ja. Jouw te schaak. Hoezo zooitje? Ja, jij noemt het de prullenbak. Wat ligt erin dan? Nee, ja, ik bedoel de kofferbak. Jeetje, Mina, ik zit hier net in die prullenbakken te kijken. Die je er nog in hebt liggen. Oh shit, we reden de wetten weg. Ah ja, kleine rijtje. Ja, kleine rijtje. Wat nee? De bias je me pakt. Oh ja. Een kleine rijtje, ja, dat weet ik wel. Ja. Volgens mij met een kat opgesloten. Ossetje gevoed en wel, jullie gevoed en wel, wij gevoed en wel. Kijk, helemaal top. Als jullie niet willen, mogen jullie een derde voertuig erbij halen. Oh, een derde voertuig. Ja, dat. Ik weet dat jullie onderbemand zijn momenteel, dus. Zolang jullie met spijkermatten en Zulu's gaan spelen, dan is alles prima toch. Gewoon leuk netjes houden. Niet pitten, niet. 79 voor beide Zulu's, jullie mogen afkoppelen. Er zijn helemaal geen Zulu's. We zijn maar met z'n drieën. 79 voor het AT-team. Zouden jullie de spijkermatten drie straten verderop willen leggen? Top, dank je. Hey. Dat is geregeld. Okay. Verder nog eisen? Ja. Minimaal 2 Bobcats. Dus voor GP en AM. AT-1 en AT-2 kom ik door de straat in rollen hoor. Ja, dan mag er nog wel een ergens willen. Of mag is die meneer daar niet bevoegd voor? Nope. Hoezo? Wel, hallo? Een A6? Hallo, oh, waarom nou weer per se een meneer? Er staat nog een man achter je. Ja, die hallo. Ja, dat weet ik. Maar hoezo zeg jij, is die meneer daar niet bevoegd voor? Waarom denk je dat ik daar niet bevoegd voor zou zijn dan? Nou, omdat ik jou al met de begrensde auto eruit rijd. Dat is niet waar. Nee, dat is wel waar. Dat is niet waar. Ik liet jullie winnen. Anders krijg ik weer gezeik dat ik winnaarsmentaliteit heb. Dan krijgen we dat weer. Nee. Dat is erg netjes van je. Jawel, hè? Ik ben ook heel erg netjes. Ik wil wel even zeggen, Sjaak, het is niet helemaal de bedoeling dat je dit zo zegt. Oh. Dat vind ik niet oké. Oh. Want jij hebt beeldmateriaal dat je Chelsea eruit rijdt met een begrensde auto en ik heb niks ontvangen. Hoe kan dit? Jezus Bjorn! Oké, zo meteen heb jij hem ontvangen. Nee, ik heb wel een AT'tje erbij als je ze doet. Ik ben even wel zeker als hij niet op 80 km per uur begrenst. Nee, want ik rijd niet, dus je hebt geluk. Ja, nee, maar als je dat al niet kan, dan ben ik wel zeker. We waren daar aan het onderhandelen over een derde voertuig. Dus. Nee, we zitten mij af te zeiken. Ik had beter buiten kunnen blijven. Godverdomme, weet je, stikken jullie er maar in. Hier.
heerlijk. Nog Bjorn, ik niet. Is dat de mensen bij waren? Dan had hij deze op zijn flikker gekregen. Mevrouw de politieagent, misschien moet je één bandje lek prikken. Misschien kan je hem dan wel pakken straks op 80 km. Hey. Nee, dat doen we niet. Niet als hij stilstaat, doen we meteen bij wegrijden. Hey, wil jij hier nog even terugkomen, meneer de hostage? Sorry. Oh, dat was wel een hele gekke iets. Ja. Nee, ja, voor mij mag er nog een derde voertuig aangekoppeld worden. Ja, dat durf je wel te zeggen, als het mijn voertuig wordt. Klopt. Ja, dat dacht ik al wel. Je weet dat het jas gaat rijden. Zullen we dit keer... Joh, jij hoort aan mijn kant te staan, joh, bloedlul! Alsjeblieft, je mag ook op de fiets. 60 dan. Misschien lukt het dan. Ja, anders allemaal op de scooter. Dan rijden jullie gewoon allemaal eraf en dan zijn we gelijk klaar. Boah. Met een mat. Ik heb anders een idee. Een BMX. Of een waterfiets. Doe eens even normaal, joh. Met die conditie van jou gaan we dat nooit redden. Hey. Ja, wat? Als we toch op de afzijktour zijn, dan kunnen we ook wel beginnen over jou. Maar de drie AT-teams staan 6 straat. Grote beam. Zo! Dat, beam! Dat was zo'n grote vuurbal, jongen! Hebben jullie net die lege helikopter ook hierboven gehangen? Ja. Nee. Oh ja, die hing over het gebouw. Ik denk dat die niet meer hangt. Geschakeld? Oh, ik denk dat het Wiesel nieuws was. Wiesel nieuws. Zeg maar een advertentie, Binnie. Binnie, alles goed? Nee, Binnie is verleden tijd. Ja, van Binsberg is het alweer te veel gezopen hebben, denk ik. Waarschijnlijk. Dat is wel vaker zo. Daarom. Dus lief joh, alsof jij nooit drinkt. Als het hierbij later, dan gaan we de hostage even fouilleren en dan... Ja, is goed. Moeten we naar HB voor het derde voertuig, of... Nee, ik zie er meer waar niet heel veel van, eerlijk gezegd. Nee, maar ik heb iemand naast me nodig die kan communiceren en die me wakker kan houden, dus... Daar heeft hij mij voor nodig. Oh, zal ik even bij jou instappen dan, Bjorn? Dan blijf je gewoon wakker. Ja, nee, ja, alleen van die kop alleen al. Sorry, waar kan ik aan trekken? Wat gaan we trekken? Oh, wat zeg je nou? Was iemand van het AT-team of zo? Dikke maskers, alles op. Moet ik aan je haar trekken? Dat is best joh. Dat kan ik wel even doen. Die staat er verderop, jongen. Ja, mijn haar wil trekken, prima. Nee, want jullie zeiden net... Een snorhaar of zo. Dat die Bobcat de straat in mocht, toch? Dus... Oh ja, Bobcat wel. Maar ik zie geen Bobcat. Ja, die is geëxplodeerd. Staat net buiten zicht, zeg maar. Oh, oké. Nee, dat is goed. Ja? We hebben ook nog het DSI-team, die staat op rechts om de hoek. Oh top, hebben jullie nog meer surprises? Of, ja, we hebben ook de honden erbij gehaald, is dat ook goed? Ja, top, als die hard genoeg kunnen rennen. Ja zeker, die kunnen harder rennen als mij. En het halve korpscommando roepen. Dat is zo hard rennen als ik. Oh, Bjorn, mag ik hem hier ter plekke taseren? Mag dat, alsjeblieft? Het korpscommando troep is ook... mag ik jou dan hier... Oh nee, nou, maar dan krijg ik... Nee, maar hij is gemeen tegen mij. Hij is altijd gemeen tegen mij. Wat bedoel je? Ik bel je altijd heel netjes op. Ja, en jij zou je inleveren op AB en je komt elke keer gewoon niet. Hallo? Ja, jij komt elke keer op het moment dat ik in een achtervolging zit. Jij stond voor HB, ja. En dan heb je hem niet... Hallo, wat ben jij voor een lamlul? Hij heeft twee AT'tjes op zijn naam staan. Hij stond voor HB, ja. Ja, hou hem dan aan. Hallo, waarom gaan ze hier zo stiekem om het hoekje staan? Sorry. Tot zover het subtiele eraan. Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Goed zwaarlijk. We gaan de hostage wel even fouilleren en dan. maar met z'n drieën. Het is 2:30 s'nachts, wat verwacht je dan? Mag ik erop staan? Ja, doe maar. Oh. Er is echt geen aandeling verder hoor. Wat ben je nou aan het? Ik weet ook niet wie dat was. Kom eens even voelen. Auw. Hey, dat zijn mijn billen. Godverdorie.
Wat denk je wat ik daar verstopt heb? Hey. Ja, nou, die zijn wel stevig als die van Sjaak, zeg je eerlijk. Ik heb een goede hulppartij, dat klopt. Heeft hij zijn squats goed gedaan? Ik zit meer in de auto. Het is niet zo'n goede comfort, die Mitsubishi. Nee, dat snap ik. Wij gaan wel even opstellen en dan... Ja, wij gaan onze twee auto's wel even opstellen, ja? Vertrekken. Ja, is goed. Plus de AT. Ik zal mijn haar wel even goed doen. Het leger. Ja, korpscommandotroepen is ook plekken en de marine. Wat zeg je? Succes. Als jullie Crack in ieder geval gewoon even hier binnen ongeboeid achter willen laten, dan... Volgens mij is hij niet eens geboeid. Yes? Nee, joh, hij is niet eens geboeid, man. Ja, maar niet als een boeien bij je. Ik zou die pick-up Jon hoe ze dat erin doet, maar... Hè? Dat is je wel gewend. Hij weet niet beter. Oké, nou... Ja, kunnen we niet? Ja. Dan gaan we hoor van die kerels hier. Papa, blaas die auto maar op met de tank. Begrepen. Ik ga nu ook echt staan te kijken. Dus. Oké, okay, let's go. Laat je nou de vrouw rijden? Oh, wacht. Kim is kan sturen. Oké. Okay. Ja, sukkel. Ja, dat wil ik. Toch wel fijn dat dat ene AT-team toch even om het hoek kan kijken of alles zo goed ging, hè? Ja. Oh, heerlijk. Hallo, er staan potjes. Want je hebt de krant al gelezen. Wat heb jij nou weer over? De krant van Sjaak om te horen. De krant van Sjaak om te horen. Maar hij denkt, misschien heb je hem niet gelezen. Ja, maar je moet het ook zelf wel leuk, een beetje leuk maken, hoor. Oh. Ja, wel echt helemaal geweldig dit. Het was wel echt heel leuk. Zal ik dat doen? Nee, doe ik niet, dat is meta. Dat was wel leuk geweest, ja. Eerlijk. Je ging wel lekker, hè, met mij afzeiken. Hier, die had je verdiend. Oh, die is zo, what the f... Die had je wel verdiend. Zit je mij zit af te zeiken. Dankjewel, Jason. Je hebt een gele motor. Ja. Maakt het wat eerlijker. Mhm. Ja, dat was wel een mooi getimed, ja, of niet? Ik ben proud, kent hem, kook zo degene op zijn knietjes. Emotional damage! Fantastisch, jongen, echt. Maar zou je juist achter zeiken? Dat is helemaal niet waar. Dat is wel waar, dat weet je zelf ook. Hoezo is het nou weer waar dan? Nou, hoorde je het niet? Wat heb ik nou verkeerd gezegd? Wat heb ik nou weer verkeerd gezegd? Wat heb je niet verkeerd gezegd? Ik heb niks verkeerd. Ik heb er geen actieve. Nee, natuurlijk niet. Gewoon ook nog letterlijk zeggen dat je gewoon een filmpje wil van dat hij maar... Ik zou ruzie maken onder de achtervolging. Hoezo niet? Dat doen wij, zijn wij goed in. I got a bad feeling about this. Sjaak Jansma, ik maak graag ruzie. Zo, ben je doof? Ben je doof? I'm a cop, you idiot! Ik denk, ik zal even overdreven doen. Natuurlijk vind ik dat grappig. Oh, dat is... Je begint nu pas met overdreven doen. Ja, wat dacht jij dan?
Nee. Zal ik weer anders uit de auto springen anders? Jongen, het is hartstikke laat. Ik was hartstikke melig vandaag, ja? I'm a cop, goddammit! Hallo, wat als I got my own car now! I get the bus criminal! Nee, maar wat was dat dan? En trouwens, waarom moet ik morsecode leren? Dat was dat fondsje. SOS? SOS waarvoor? Voor Jason? Nee, om mij te komen helpen. Om mij te bellen met een kut excuus dat ik weg kan. Ja, maar ik kan jou wel bellen, maar dan neem je toch 9 van de 10 keer niet op. Waarom zou ik dan de moeite doen om jou te bellen? Omdat ik het vraag met een SOS. Nou, de volgende keer als jij maar zo'n SOS-bericht stuurt, zal ik jou direct bellen, oké? Okay? Ja, dan moet je gewoon zeggen, ja, sorry, ik moet nu weg. Ik ja, werd gebeld. Is goed. Dan zeg ik, Bjorn, ik heb nu direct hulp nodig. Je indachtsvlieg is dood. Je indachtsvlieg is dood? Noem je mij gewoon je indachtsvlieg? Auw. Nee, auw. Een excuus. Niet nou heb je mijn gevoelens dood, gekrenkt. Je bent niet dood. Dat hoop ik niet. Anders zit er een zombie naast je. Ja, nou, die zit er al achter het stuur, hier, dus, Wat zeg je? Die zit er al achter het stuur. Die zit er al achter het stuur. Ja, dat is wel waar. Nou, noem je mij nou een zombie? Noem je mij nou gewoon lelijk? Nee, ja, dat zei ik niet. Ik zei dat je een zombie was. Met jouw slaaptekort en alles, denk ik wel dat dat onderhand is gebeurd, ja. Omdat jij gewoon niet los kan laten dat ik opko was in een situatie wat jij niet vond dat nodig was. Nee, maar jij kon het gewoon niet loslaten, daarom ging je er achteraan. Nee. Geef maar toe. En was dat omdat je je zorgen maakte of omdat je dacht dat ik niet capabel genoeg was? Ja, dat is dat ik jou niet het gevoel wil geven dat je er alleen voor staat. Stond ik wel. Want ik had geen idee dat je er achteraan kwam. Nope. Maar alsnog. Ik vond het wel heel lief van je. Alleen wel gewoon godverdomme kut, jongen, dat Miller dan op de bek valt op het moment dat ik ze het hardst nodig heb op die motor. Pink bekend. Deze deed het verrassend goed. Op, op het moment dat het hardst nodig is. Ja. Nou ja, goed, dan ja, toen waren dat 3 motors weg. Ja, dat ging het dus goed. Goed, ik vond mijn opko-skills nog best wel netjes eigenlijk. Zeker netjes. En ook het schakelen tussen die winkel en die bank. Ik denk, ja, hoe ga ik dat nou oplossen? Ja, maar ook dat weer netjes. Ik leer het wel hoor. Get up. Oei! Ja, 1 geboxt! Ik weet niet wat hij riep, maar... Hij heeft alvast geen paaltje. Bjorn kan zijn lach niet, nou. Nee, dat moet ook. Ik moest hem toch wakker houden, dan ga ik hem onze lullen. Als je melig bent, moet je jointco roken, dan is alles okidoki. Nee man, melig zijn is leuk. Oh, ik had nog rozebier in de kast. Nou, daar ga ik nou meer aan beginnen, maar... Ja, maar moet je nagaan, dit ding houdt hem echt nog met ease bij eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. De motor. Ja, NASA's gered het gewoon echt absoluut bij gelang en haar. Bij deze niet? Nee, en ASUS houdt het voertuig waar we nu achteraan zitten niet bij. Oké. Okay. Ja, dan komt dat hij ook gewoon niet rijdt voor geen meter. Dat ding dat en dat is wel jammer, kut. Want... ik vind het dan voor zoals dit, weet je wel, dan moet je eigenlijk een veel te sterk voertuig pakken dit, omdat je het anders gewoon niet bij kan houden, überhaupt. Ja, inderdaad. Oh. Auw. Hij herhaalt het ook een beetje, geloof ik. Hm? Zeg, hij raadt het ook een beetje. Hij wacht wel. Oh. Weet jij ging slapen? Man moet het alleen doen. Ja, dat is waar. Maar hij zit er de hele tijd achter, hoor. Ik hou het wel in de gaten voor Jason. Maar zolang Jason er maar achteraan blijft zitten, dan gaat het goed. Jason kan dat wel, hoor. Hij kan dat beter als ik. Nooit aardig te voelen, zeg maar. Wat, hè? Ik heb hem nou aardig begint te voelen. Ja, ik wou zo nog een parachute springen van de Maze Bank af. Oh ja, prima. Ja, ben jij gek. Oh, nee maar. Gaan we doen. Gaan we doen.
Hoezo bloot is bloot? Ik heb er niks gedaan! Jason, heb je communicatie nodig, jongen? Dat verstond ik niet. Negatief. Oké. Ik stond alleen maar tief, maar ja, met tief kan ik niet zoveel. Ik ben 1 uur al, ik ga slapen. In het geval we de appa-kastplankjes aanrijden. Oh. Hoi. Hoi, zijn ze. Als ik nou ook eens een keer zo gesensueerd werd, wat? Ja, dan moet je aan Vlies vragen dat ze dat wil doen. Ik had een bad feeling about this. Wat doe je? Met Vlies? Nee. Ik vind het niet zo'n leuke naam. Snap ik. Kutnaam is het. Ja, heb je niet voor te kiezen. Nee, dat is waar. Maar ja, sommige mensen kiezen er vrijwillig voor om die naam te gebruiken. Och. Sommige mensen niet. Die worden ermee geboren, maar sommige mensen wel. Emotional damage! Ja, zo heb je wel meer kutnamen op de wereld natuurlijk, hè? Ik bedoel, ja. Nou, noem er eens een paar. Nou ja, weet je, je kent toch die winkel wel? Daan, Daan Dansen. En, wat heb je nog meer? Nou, Jason bijvoorbeeld, vind ik ook een kutnaam. Is het ook. Zeg maar niet tegen Jason. En, Pieter. Jan, alleen dan, mijn ouders wilden luxe doen. Ja, precies. Ja, dat. Ja. En verder, ja, god, je hebt er nog heel veel meer. Sjaak is ook een kutnaam. Ah, Verlies is toch wel de ergste, ja, denk ik wel. Mhm, 100%. Ja. Hoi. Hey Sjaak! Wat zei die nou? Nee, pardon, dat hoorde ik. Dat is een kutnaam. Ik ben zo geneigd om mijn megafoon te pakken het nog een keer te zeggen, hè? Ja, doe het nou. Sjaak is een kutnaam, Sjaak is een kutnaam. Sorry. Alsjeblieft. Sjaak is een kutnaam. Ik wil het niet herhalen. Sjaak is een kutnaam. Sjaak is ook een kutnaam. Hey, fijne avond Thijs. Slaap lekker hè, YouTube. Bedankt voor het kijken. Zet de muziek maar weer even aan. Ja, zet je de muziek maar weer even aan. Oei, auw. Auw. Ja, ik maak de auto steeds lichter van gewicht, zodat die harder gaat. Ja, ik snap het. Kijk nou uit dat je niet weer vast komt te zitten. Oh, goeie motor. Ja, nou, dan ga ik niet lang meer redden. Ik zou even bellen, vraag of ik mijn voertuig met ze kunnen doen. Jullie zitten je aankomen. Dat doe ik gerust, hoor. Hebben jullie nog iets weer over? Ja, hij rijdt nu langs de impound, denk ik, geloof ik, LS Motors. Gaat linksaf bij LS Motors. Waar is hij nou? En gaat langs HB, brug HW. Ik ben staat op 2. Ja, is begrepen. Laat je hem nou gewoon gaan? Ik weet niet, man zijn motor rookt, hè? Dat dus. Ik zou het niet lang volhouden. De deuren vallen er ook af. Ja, dat valt wel iets meer af dan alleen de deur. Oh. Ja, dat was fun. Dat was fun, zegt hij. Ik zal nog maar een keer doen. We kunnen staan zacht, kunnen we voor het zit springen. Ja, is goed. Je moet dan geen auto meer pakken, maar je mag ze wel zoeken. Ja, we kijken wel even of Sjaak... Ja, wacht. Zal ik hem bellen? Zal ik Sjaak bellen? Ja, laat hem zijn voertuig zijn nummer. Hij zegt, hij neemt niet op, want jij noemt Sjaak een kutnaam. Sjaak neemt altijd op bij mij. Iedereen neemt altijd op bij mij, want ze vinden me allemaal lief. Richting
Blokkenbakkerijen. Dit is de kutnaam! Hallo Sjaak met je kutnaam. Hé, hey, waar ben je? Waar ben ik? Waar ik ben? Ja, wij moesten even voertuigwissel doen. Nee, luister. Wij hebben voertuigwissel... Ja, luister. Wij hebben voertuigwissel gedaan. Mogen jullie even je voertuig repareren en beginnen weer opnieuw? Dat. Hè? Ik heb dat al gedaan. Heb je dat al lang gedaan, hè? Oké, nou dan waar ben je dan? Ik wil zo meteen wel even terugkomen voor jullie. Dat is geen probleem. Nee, dat doen we nu maar. Dat hoeft niet eerst het buiten dumpen. Dan gaan we eerst een spelletje spelen. Kom, Sjaak. Netjes verdelen, hè, dan? Nee. Je hoeft niet eerst alles netjes te verdelen. Ik wil zo nog parachute springen, dus ik wil het nu afgerond hebben. Stap je nog uit, of wat? Stap je nog uit? Waarom zou ik uitstappen? Ja, ik heb de buit, dat is waar. Maar oh, Sjaak heeft de buit. Hey, jongen toch. Nou, ja, ik heb de buit, ja. Sjaak heeft nooit de buit. Ja, dat is wat zijn jullie dan? Waar zijn wij dan? Wij zijn iets verder bij... kom maar naar Blokkenpark. Park? Blokkenpark, ja. Dan kom ik richting Blokkenpark. Oké, tot zo. Ik denk hem nog wel eerst even trouwens. Ja. Jason? Ja? Hoe is je tank? Lang. Lang of leeg? Wat is er? Moet je niet weggaan, je. Hoe is je tank? Nou, nog goed. Oké. Alleen mijn motor niet. Ja, ga durven gauw voertuigwissel dan. Ja, ga ik doen. Ik ga hier nou wel echt naar bed, hoor. Ik ga echt niet nog parachute springen. Hoezo niet? Het is kwart voor drie. Ja, ander keertje. Je hebt het beloofd. Ja. Je hebt het beloofd. Ja, ik heb het inderdaad beloofd, ja. Ik heb het gezegd, dat is wat anders. Ik heb niks beloofd. Nee, je hebt het beloofd. Nee. Zeg eens erover. Nee. Zeg eens ik doe het niet. Jawel. Nee. Jawel. Zeker niet. Wat vind ik? Zeg eens beloofd. Nee, ik doe het niet. Je hebt het beloofd. Sjaak schiet nou maar op. Zie je? Stel je me weer teleur. Ja, alweer. Twee keer per dag. Ik snap ook niet dat je nog met me omgaat. Kan niet. Ja. Ja. Oké, dat snap ik nog wel, maar... Oh ja, waarom snap je dat dan? Ja, ik ben uit op je geld, maar... Oh, mijn geld! Nou ja, dat is nou op dit moment niet zo heel veel meer, hoor. Dat is nog maar 22.000. Ja. De rest staat al op de rekening. Ja, ik moet ook even weer op de rekening zetten, want... Ik ga nu 100% status achter. Eén week snap lekker, hè? Ja, toch? Ja. Nou, je lening bij Tom nog, en dan... Kun je auto kopen. Dan kan ik jouw auto jatten. Als ik de sleutels krijg van de garage in ieder geval. Ja, maar dat fix ik wel. Dat komt wel goed. Dat fix ik wel, jongen. God, een RS6. Nog wat? Slaan. Wie moet je slaan? Lonnie. Oh. Onske, je hebt de sleutel. Ik kan sleutels maken voor je. Dat is goed, joh. 100% hij heeft de buiten weggelegd. 100%. Ja, dat heeft hij ook. Hij ging de eerste buiten verdelen en dan kwam hij terug. Dat is letterlijk wat hij zei. Hey! Is het niet iets voor jouw collega om de A6 te pakken? Dan houdt hij het misschien iets meer bij. Of mag dat niet? Oprecht, ik wil hem best een A6 geven, maar hij gaat er beter bij kunnen houden. Hij kan er echt oprecht beter niet erom blijven dan in de A6. Oké, ja, nee, het is maar een suggestie. Ja. Nee, die A6 dat is echt niet. Nee, want anders zou ik jou met de A6 kunnen houden. Een RSS CIV of zo, dat heeft hij net in de chat gezegd. Deze doet het zeg maar iets te makkelijk nog. Want ik had vanaf het eerste paaltje, zeg maar, dat ik op de kop lag, had ik al een gele motor en dan kon je makkelijk bijhouden. Dus ja. Oei. Ja, dus dan moet je nagaan. Ja, daarom ga ik nou ook geen parachute springen. Want dit duurt ook weer even. Dat is wel belangrijk. Nou, gas op die lolly. Nee, niks plaspauze. We hebben een schuitje. Laat die man zijn suikers binnenkrijgen. Straks nee. Wel, klapt hij tegen een paal. Ja, dan zijn we ook gewoon klaar. Dan hebben we gelijk het AT'tje opgelost. Nee, we gaan geen parachute meer springen. Nee. Nee. Ja, ze heeft het beloofd. Nee, morgen. Ja, belofte maakt schuld, hè? Nee, ik ga morgen parachute springen, niet nu. Nou, zijn we zover? En Sjaki? Hoe weet jij dat wij parachute willen gaan springen dan? Oh, dat heb ik je net verteld. Nou, schiet op! Speelde op. Wat heb ik?
Oké. De zesde zintuig. Ja, het is ja, laten we het daar maar op houden, ja. Ja, nu kan ik vier banden lekker schieten en aanhouden. Sorry. Mag het? Nee. Jammer weer. Ja, ja, ik help jou wel met je char maken, dat is niet zo'n probleem. Dat heb je zo gedaan, joh, dat is niet zo veel werk. Nou, hup, afronden, die op en naar bed. Kun je nog een beetje scharreltje op pad zometeen? Of is ze er niet? Oh ja, dat was een goeie. Jawel, jawel. Ik had de hele avond appjes van kom je me nou oppakken en bla bla. Dat is wel een hele rare verhouding die jullie hebben. Eén moment lig je naast haar in bed en het andere moment pak je erop. Naast haar in bed? Niet? Nou weer bij? Ja, jij, het is toch je scharrel? Nee. Oh. Dat is gewoon niet. Oh. Maar het maakt niet uit. Oh, dus toch niet. Oh, dan had ik het verkeerde idee daarvan. Oké. Nee, het is gewoon een vriendin waar ik wel eens met chill, maar... Oh, maar niet zo erg. Nee. Oh. En als je zou moeten kiezen, als er een kunnen op mijn hoofd staan op die van haar, wie zou je dan kiezen? Dat van jou. Wat? Wat zei je? Zeg maar om... Jou. Om mij. Redden dan. Ja. Oh, toch wel. Zeker. Zeker. Ja, collega's hebben prima, hè? Dat is geregeld. Oh nee, bedankt. Nee, is goed. En als ik nou niet in dienst ben, dan ben ik geen collega, officieel. Jawel. Nee, is anders. Jawel. Nee. Collega buiten dienst is net zo goed collega. Oké, okay, nee, is goed. Ik zal het onthouden. Ja. Nee, maar dan alsnog, ook al was je geen collega, dan alsnog jou. Denk ik. Ja, nee, ja, wel. Ja, toch wel? Ik vind dat moeilijk. Die hoeft ook niet te kiezen, dus dat scheelt. Ja, dat is een echt onmogelijk. Het is ook gewoon een kutvraag. Is dat geen andere? Dat is net zoals de vraag van... ik zag een meisje in de gym, weet je wel, zoiets. En dan dat de vrouw aan de man vraagt, was ze mooi? Ze leek sprekend op jou, was ze mooi? Dat is ook zo'n vraag. Ja. Ga je dan ja zeggen of ga je dan nee zeggen? Als je ja zegt, dan denkt je vrouw of vriendin dat je aan een ander denkt en naar een ander kijkt. En als je nee zegt, dan zeg je eigenlijk dat je vrouw of vriendin lelijk is. Ja, maar ik zou dan zeggen dat ze niet net zo mooi was, omdat ze het innerlijk miste. Oh, gadverdamme, wat een slijmbal ben je. Heerlijk. Oh, dit wordt boom. Nee, je wordt niet boom. Hij neemt hem niet. Hij neemt hem niet, hij durft het niet. Jason, heb je communicatie nodig? Negatief, ik weet waar jullie zijn. Oké. Okay. Biedt het elke keer aan, maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Oh, waarschijnlijk ben ik morgenochtend om 9 uur alweer wakker of zo. Hoppa, weer 250 euro salaris gekregen. Oh, nee. Ja? Ja, gaan we dan niet nou bellen? Hè? Wie de fuck was... Ik bel je niet. Ik was niet. Nee. Is kutzaak. Zeg nou vies kutzaak? Auw. Ja. Want? Ja, dit kan die auto niet, wat hij nu doet. Een rotzak is het. Ja, dit. Hier zie je nog wel ergens. Mm-hmm. Dan staat hij niet gewoon hier in de garage. Oh, hier. Als je me kwijt, jongen! Ja, je weet dat deze dat niet kan, lullen. Hey! Leer rijden! Wat nou leer rijden?
auto zo snel in de draaien, hè? Ja, maar dat echt niet normaal. Ik kan dat ding beter op mijn motor bijhouden dan in deze auto nog. Ja, bijna wel, ja. Alleen dan kun je sprongen en zo. Als die ergens van hoog vandaan komt, kun je niet meepakken. Nee, want is de motor te zwaar voor of zo, toch? Nou ja, je kan er ook vanaf vallen. Dat is het probleem. Oh ja, dat is ook waar. Ik heb een motorspecialisatie aangevraagd om te oefenen. Oh, echt? Ja, ik wist niet welke ik moest kiezen, dus ik denk gaan we voor de motor. PP heb je gelijk weer zoveel leiding en motor ook wel, maar ja. Motors worden minder vaak ingezet als de VP. En Zulu is echt niks voor mij, want ik kan echt niet vliegen. Denk ik. Dus dan blijft er niet veel over. Ja, alleen ga ik je dit training niet geven vanop. Niet? Op. Want? Om het hele simpele feit dat ik niet wil dat mensen dan, als je hem haalt in één keer, gaan lopen zeiken van ja, maar dat is bevooroordeeld en al dat soort dingen, weet je wel. Nou, snap ik. Dat wij zoveel met elkaar omgaan, ik wil dat echt voorkomen. Ja, snap ik. Nou, dan geef ik iemand anders het gaan doen, maar... Ik heb gehoord dat Tom een klootzak is. Met motortraining. Mhm. Zei Sophie. Ja. Beetje streng. Klopt. Ik weet niet wie er nog meer motortraining geeft. Paul en Lonnie. Oh, nou dan stiekem hoop ik op Lonnie dan. Niet? Ik weet het Paul hebben denk ik hoor. Ik weet niet. De laatste keer dat ik een rijles kreeg van Paul was hij alleen maar op het fitto, aan het fitto, maar dus dat ging ook niet zo goed. God, wat flauw. Hoi! Ik hoop dat dat een local was. Eigenlijk. Jason, heb je communicatie nodig? Jawel. Oké, dat is begrepen. Wat de fuck zijn we eigenlijk? Ouders ziekenhuis in de richting van de magazine hardware gaan linksaf richting bowling. A few moments later. Aan een gym pakken richting Hero Park. Emotional damage! Dat was ook mijn eerste gym. Snelweg opgesprongen. En dan vervolgens de snelweg weer af tussendoor. Snelweg op richting ziekenhuis. I'm a cop, goddammit! I got my own car now! I get the bus criminal! That's what I gotta do! A few moments later. Stinkend is het, hè? Dat is echt een ouwe, hoor. Ai, 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 ai. Daar verloor die zich. Aan de... Hoe kwam het op? Ah, nee. Oh, gelukkig. Niet goed, nog. Zat hij nou vast? Uh-huh. Oké.
Oh, auw. Oké, dat was misschien niet de bedoeling, maar dat was wel heel netjes. Wat een handje. Wat je dik, wat je dik. Oké. Mailtjes. I'm a cop, goddammit! I got my own cop, car God now! Goddammit! I get the bus criminal! That's what I got. That's what I gotta do! Kas met er één. 10 golfvelden. En rechts af. Is je wel verloren? Ik ben zeg ik corner. Ik ook, als een toeter. Hij heeft hier zoveel schrik om, hè? Dat is niet normaal. Ik snap oprecht niet waarom. Alleen je links. Was er al voorbij. Deze heeft veel betere remmen als die A6, hè? Oh, 10 keer beter. Ja, echt, hè? Alleen hij wil in wachten nog wel eens met zijn grip verliezen en dan echt keihard doorglijden. Nou, dat is wel kut, maar ja, dat doet die andere ook, dus. Ja, die had die voor ook al, alleen die heeft zo'n korte draaicirkel. Sorry. Boze wat? Boze NPC. Wat? Ben, boze NPC schiet de Ben neer. Dat is wat er staat. Is dat gang of zo? Ik denk het. Ik heb nooit van een NPC gehoord. Ik ook niet, ik zou niet weten wat het is. Misschien een nieuwe groep of zo? Mij niks. Ja, mij ook niet, maar ja, hé, je weet het nooit. Stad is groot. Neppe plastic. Plastic. Nep plastic chirurgie. Ja, zoiets. Neppe plastic chirurgie. Door een neppe plastische chirurg, dat is het. Nep plastic centraal, dat is ook wel leuk, ja. Moet het wezen. En zoiets, ja. Jason, heb je communicatie nodig? Ik zie je. Oké, spreek. Oh nee. Oh nee? De plastic centrale. De knop is van Chelsea en van mij. Hoezo? Heb eens vertrouwen in jezelf of zo? Oh mijn god, oh mijn god! What the fuck, je ging echt heel hoog. Nooit heel. Oh, je ging echt fucking hoog. Dat was echt eng. Heel even. Hè? Besef, ik sprong hem nog over het andere viaduct heen. Sprong jij nog hoger dan ons? Genoeg gehad in de dag. God. Nou, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja, GG, ja, dat was echt. Oké. Dat was echt heel heftig. Oké, dat was echt gewoon. Nee, dat was niet goed. Dat was wel goed, maar dat was echt heel hoog. Dat was echt absurd, maar zo hoog. Daar komt de politie aan. Nou, Jason kan beter naar de pier. Wat gaat Jason naar de pier? I don't have time to rule on your motion. Oh, om bot zo te spelen. I'm too busy. Hè? Being delicious. Ja, kom maar aan. Zeg maar, kunnen we hier even een eind aan maken? Want ik wil eigenlijk gewoon lekker mijn nest in onderhand. Nou, zo. Omdat ik moe ben. Oh, is dat? Omdat ik al vanaf 1 uur vanmiddag in dienst ben. Met een pauzetje van een half uurtje ertussen. Dat jij tegen me liegt dat je wegging en niet wegging? Ja. Ik loop niet tegen je. Jawel, deed je wel. Nee, mijn sudoku kwam wat laat aan. Mm-hmm. Ja. Daar was je toch niet doorheen. Weet ik. Dat is echt, daar hadden Dex en ik ook al last van namelijk.
heeft hij nog zicht? Hè? Nou, wie is er nu? Die elke keer terugkomt. Oh, daar helemaal. Voor Visual Nieuws. Oh god. En wat deel voor Visual Nieuws? Ja, we hebben zin. Ja, hij is wel weg geweest, maar. Auw! Kom weer terug op. Geen probleem. Was dat auw? Oh, bij mij niet. Ja, dat was auw. Dat was boom. Bij mij was dat geen auw. Bij mij wel. Waar is dit de boom? Op mijn netvlies was het auw. Oh nee, bij mij niet. Maar netvliezen hangen ook wel een beetje op 10:30 hoor, dat dan wel weer, maar... Ja, het is mij ook. Ja, yeah, I know. Tatu. Weet je wat we nou nog steeds niet gedaan hebben? Waar is dit spring? Nee, de AT'tjes uitgeschreven. Maar dat doen we morgen wel dan. Zijn nou toch al vrij? Ik kan wel een dag wachten. Ik zei nog, dat red je niet. Jammer hè? Ja, als ik nou dan toch zeg, dat red je niet. Want Dex en ik hebben hetzelfde probleem gehad. Waarom? Waarom moet je het dan toch nog proberen? Waarom ben jij net zo eigenwijs als CJ? Waarom? Nee, maar het is gelukt. Zit je er nog achter? Ja, omdat je hele auto al naar de malle moer is, maar voor de rest... Ja, en daarom kan het. Ja. Als die heel schetje er niet. Rookt die nou? Nee, hij rookt niet. Ja, okay, jij wel. Ik zie echt spoken. Ja, je weet ik. Ik zit naast je, dus dat is niet raar. Oh, wauw. Nou. Nee, wat? Op dit moment ben ik echt wel een spook, hoor. Oh. Alleen op dit moment? Echt scheid, vent. Wat zeg je? Goed, oma. Is goed, kind. Jong bloemke. Oh fuck, dat moet ik ook nog steeds doen. Aangifte doen voor mijn ID-bewijs. Ja, morgen. Dat kan ik ook nog wel even doen voor het parachute springen. Nee, we gaan niet meer parachute springen en ik ga zo echt naar bed. Dat ga ik echt doen. Hij rookt wel, by the way. Maar hij gaat weer de jump maken, werden. Gaat hij niet meer halen. Ja, dat is dan zijn probleem. Snel het niet voor. Ja, je bent eigenwijs, CJ. Wat was dit? Jij haalt hem. Hij haalt hem wel, jij haalt hem niet. Emotional damage! Ja, emotional damage, ja, inderdaad. Nee, op zijn dak. Nog wel. Zou dit dan nu opgeven? Waar ligt hij op zijn dak? I don't know. Hoe jij zegt, dan, hij vindt... ligt op zijn dak, maar ik heb hem niet gezien meer. Ja, visueel kwijt. Oeh. Ik weet ook echt niet waar die ligt. Ik vraag me echt af hoe die gozer met dat soort shit komt, echt. Ja, oprecht, heel netjes. Ja, dat was oprecht wel netjes, ja. Oké, op naar HB, op naar bed. Al spijtig dit. Wat? Dat je me kwijt bent, of dat ik naar bed ga? 79, die komt af. 1422 ook. Kuts dat, hè? Dan moest ik in het begin ook aan wennen. Als je een nieuw nummer hebt. Auw! Dit is wel... Auw! Gaat het lekker? Hallo? Goeiedag, schotel. Sorry, vergat te remmen. Ja. Hallo. Hallo. Dat was mijn achtervolgertje wel. Nou, zeg dat. Ja,
Kun je wel zeggen, ja. Oké, okay, wacht, ik ga even mijn lens afsluiten. Moment. Maar niet zo gegeven aan jou trouwens. Wat? Rugshot? Nee, je hebt me alleen ijs gegeven. Oh god. Zelf jou bewaard. Dank je. Was die? Was je helemaal vergeten, zeker? Ik dacht dat ik hem had gegeven, maar maakt niet uit. Wat? Ik ga ook naar bed. En dit ga je ook weer te horen krijgen bij jou, Jorn, dan doe ik je best. Jorn? Ja. Het is heel laat. Was wel grappig. Tijdens de achtervolging werd ik gebeld. Slaap lekker, jongens. Ik ben live letterlijk in de Bahama stond. Kon weinig doen. Auw. Auw. Oké. Is ja, die komt, ik wou zeggen, die komt eraan. Ja, ervan. Oké, okay, even kijken. Kan ik nog iemand reden of niet? Ja, we kunnen nog wel iemand reden, maar die doen geen dingen meer. Maar jullie kennen hem allemaal wel. Mm-hmm. We gaan eventjes naar Henry. Die is nog live. Jongens, blijf allemaal even hangen voor de raid. En ik zou zeggen, fijne avond. Bedankt voor de 12 uur stream, dat jullie er allemaal bij waren. En tot de volgende keer. Maar...